Derde keer zijn wij in de gelukkige omstandigheid om hier het Selhorstpark op stelten te zetten. Want dat gaat echt gebeuren, dat zult u straks horen aan het kanongebulder. Maar morgenmiddag en zondagmiddag, dan gaat het er van los. Want we hebben meer kanonnen dan de vorige keer. Almelo manifesteert zich vandaag opnieuw als een stad waar niet alleen gewerkt wordt, waar niet alleen fantastisch gewoond kan worden, maar waarin ook hele mooie evenementen aangeboden worden. En dat gebeurt nooit zomaar. Dat gebeurt doordat er een heleboel talloze, moet je bijna zeggen, talloze vrijwilligers hun schouders onder zetten. Dat komt omdat er een heleboel sponsors zeggen, wij willen onze naam verbinden aan zo'n evenement. En alleen op zo'n manier, door sponsoring, door vrijwillige inzet, zijn we met elkaar in staat om dit aan de bevolking van Almelo en de bevolking van Twente en aan bezoekers uit het hele land en het buitenland aan te bieden. Ik zie er naar uit om heel veel mensen hier naartoe te zien gaan, naar dit mooie festival. Ik hoop dat u vanavond, maar ook morgen en zondag, komt kijken naar de gevechten en vooral de mooie uitstallingen en uitdossingen die hier te zien zijn. Ik mag straks de troepen gaan inspecteren, buitengewoon eervol. En met die inspectie open ik dit prachtige festival, dit historisch festival Almelo. Heel veel plezier allemaal en de mensen achter mij, heel erg veel succes. Dank u wel. Dank u zeer, burgemeester. Dan is hiermee het festival officieel geopend. Thank you.